Het is in een desolate staat, ja. Maar het is een ongeslepen diamant. Dus als je hier doorheen kan kijken, ja, dan zie je iets heel moois. En dat kan hij, want hij restaureerde een aantal jaar geleden een andere koets die hoort bij het kasteel in Arse. Die destijds ongeveer in even slechte staat was als deze nu. We zien hier een rijtuig gemaakt rond 1860, zeg maar, 1850, 1860. En bijzonder, heel hoog op de wielen. We zien gewoon de koetsier, die moet afstappen om de mensen uit de koets te laten of ook eventueel erin te laten. Want namelijk, hier kan je niet zomaar uitstappen. Je moet denken, hier moet een trapje uitgeklapt worden door de koetsier. Ja, en dan, ja, dan kan je instappen. En dat is natuurlijk al bijzonder eigenlijk, deze manier van instappen. Het vertelt het verhaal van de locatie, de plek, van wat heeft zich daar ooit afgespeeld, hoe leefden die mensen daar. En dat is toch altijd fijner als je dat tastbaar kunt maken met spullen die echt zijn. Kasteel Arse ligt aan de Maas en aan de overkant van de Maas zaten de Engelsen en aan deze kant zaten de Duitsers. En er werd natuurlijk over en weer geschoten met granaten. En dan zie je gewoon dat de hele koets er zeef is met granaat. Van de kleinste tot grotere gaten erin. Ja, allemaal granaatsplinters. Hij verwacht zeker 2,5 jaar bezig te zijn met de restauratie. We weten natuurlijk allemaal op het moment dat een rijtuig gerestaureerd is, begint het verval. Dus ja, zo is het nou eenmaal.